Bij een ongeluk met een bouwkraan in het Gelderse Heerde is iemand om het leven gekomen. De bouwkraan viel op een huis. Het slachtoffer is een bouwvakker die op het dak van het huis aan het werk was. Het ongeluk gebeurde doordat een poot van de kraan brak. Het gevaarte verloor daardoor zijn evenwicht en kwam op het dak terecht. Vanmorgen is in Heerde een 45-jarige man uit Meppel om het leven gekomen door een ongeluk met een bouwkraan. Even na 8 uur was men hier bezig met renovatiewerkzaamheden op het dak van de woning achter ons. Men had daarvoor een kraan geplaatst, de stempels, oftewel de voetsteunen, uitgezet. En door nog onbekende oorzaak is een van de voetsteunen afgebroken, waardoor de kraan is gekanteld en op het dak terecht is gekomen. Op dat moment was daar een medewerker van het bedrijf met zijn werkzaamheden bezig. Die is dodelijk gewond geraakt. En vervolgens zijn de hulpverleningsdiensten uitgerukt. Ik was op het balkon en ik denk, ik wil eens kijken hoe die schoorsteen eraf gaat. Want dat had ik nog nooit gezien. Ik zag de jongens naar boven klimmen. Ze haalden eerst een paar pannen eruit en toen gingen ze naar boven toe. Toen zag ik die kraan naar beneden gaan, want die bak was al heel zwaar. En die ging aan wiebelen. Maar ik denk, dat hoort misschien wel zo. En op een gegeven moment zag ik hem helemaal naar beneden gaan. Ik denk, dat gaat niet goed. Ik denk, dat daar gebeurt iets. En meteen dat ik het dacht, was het ook al gebeurd. De ene jongen die vloog weg. Hij vloog weg? Ja, die vloog weg. Maar waar die gebleven is, kan ik niet zeggen, maar dat weet ik niet, want de ene chaos. En die andere zag ik het gat in gaan. Zag ik zo voor mijn ogen. Zag ik het gat in gaan. Ik dacht, oh, die jongen is dood. Die is weg. Maar dat wist ik niet, maar ik dacht het. Het was zo'n knal. Het was allemaal stof en steen. Op het moment van het ongeluk was de bewoonster in de woning aanwezig. Die is naar buiten gekomen, is niet gewond geraakt. De machinist van de kraanwagen is ook niet gewond geraakt. Helaas hebben we alleen een dodelijk slachtoffer te bevinden.